ongekend. Ik ben ook wel een klein beetje teleurgesteld eigenlijk. Af en toe hebben we wel eens wat promotionele acties, dat we auto's weggeven. En vandaag kwam een van de gelukkige winnaars met die auto terug. Die zet hem op de stoep neer en zegt Rick, ik doe er eigenlijk niks mee en ik breng hem wel terug. Nou, ik heb hem achter het glas gezet. Daar staat hij, de BMW M3, waar we destijds bijna een hele filmreeks van gemaakt hebben. Het werd ongekend hoe dat die auto eruit is gekomen, tijdens de open dag weggegeven. We hebben gewoon vaste klanten natuurlijk, die gewoon elke week bij ons een bestelling plaatsen. Of eens in de maand, of drie keer per jaar, of drie keer per dag, weet je wel. Dat verschilt van hoog naar laag. En ik ga 7 juni, aanstaande, 's ochtends om 10 uur, ga ik een nieuwe trekking doen. Dus dat wil dus zeggen, als je een bestelling doet tussen vandaag en 6 juni, 's avonds 12 uur, ongeacht het bedrag, dan maak je gewoon kans op die auto. Dus je hoeft niet te bestellen, het maakt ook echt helemaal gereed uit. Maar heb je dan toch iets nodig? Ja, dan is het toch wel grappig dat je natuurlijk zo'n auto erbij krijgt. Het enige wat je voor mij zou kunnen doen, is je te abonneren op ons YouTube kanaal. Want uiteraard gaan er weer spectaculaire dingen gebeuren. Laten we eens even kijken. Ja, het is toch nog steeds een plaatje. Hè? Het is toch een van de mooiste eigenlijk nog steeds. Ja. Ja, dat is toch... Heeft hij al die tijd wel gewoon binnen gestaan? Ja, ja. Hij heeft altijd binnen gestaan inderdaad. En tja. Ja, nauwelijks mee gereden eigenlijk. Maak hem eens open. Ja, hij is inderdaad precies nog zo. Je hebt die auto opgehaald tijdens die open dag. Was nog best wel druk ook. Ja. Ik heb die fotolijstjes nog gehad van je. Ja. Het was echt een happening. Ja. En nu zijn we best wel al een behoorlijke tijd verder. 9 maanden ongeveer. En je komt hier gewoon aanrijden en zegt hier. Ja. Ik kan er niks mee. Ja. Hoe dan? Ja, weet je, ik rij er gewoon niet mee. Heel erg weinig. Ja. Ik denk dat er max 500 kilometer mee is gereden. Ja, en gewoon meer niet. Nou, even de motorruimte bekijken. Ja, dat is hem, hè. Het heeft echt letterlijk niks geleden. Nee. Je hebt zo'n bepaalde herinnering eraan. En die herinnering, die blijft sowieso. Maar om zo'n beslissing te nemen. Over herinneringen. Ja. Kom eens even mee. Ja, kijk dan eens even. Ja. Kijk. Ja, dit was inderdaad een... op de avond... dat bekend was dat ik dus die auto had gewonnen. En dat je hem hier hebt gehangen, dat vind ik ook echt heel, heel leuk dat je dat hebt gedaan. Want ja, hier stond hij ook echt. Toen ik hem kreeg, stond hij hier. En dat je dan binnenkwam, ja, dat was wel echt een... wel een emotioneel momentje was dat. Stil van. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus doe je een bestelling vanaf vandaag tot en met 6 juni, 's avonds om 12 uur. Dus oftewel het einde van tweede Pinksterdag. Ongeacht het bedrag, jouw bon gaat in deze ton. 7 juni, 's ochtends om 10 uur. Facebook, live, de trekking. Degene die ik eruit pik. Nou Wouter, zeg jij het maar. Die krijgt de? Ja, de BMW M3. Nou, helder verhaal. Oh, één ding vergeten. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Het is natuurlijk gewoon een ongelofelijke dag, want er worden auto's weggegeven, er komen auto's terug. Maar ik heb natuurlijk ook nog een 12K-actie gedaan. En die man die komt dus ook vandaag, die was alleen aan de telefoon niet zo enthousiast. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zijn auto eruit ziet. En hoe dat deze jongen natuurlijk in het echt is. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, twee man sterk. Ja, ja pas klopt. Ja, zo is het. Met Rick. Aan naam, stevige handdruk. Hallo, Rick. Hallo. Wie is de gelukkige winnaar? Ikke. Kijk, zullen we even buiten kijken? Want dan gaan we hem ook eventjes binnenzetten. Want ik ben natuurlijk reuze benieuwd wat de staat van de auto is. En we gaan even samen kijken wat we gaan doen. Ja. Want we gaan er uiteraard weer iets moois van maken. Natuurlijk. Nou. Zo wordt het, hè? Ja, dat M-logo, is dat van u? Oké, okay. Ja, de M-logo moet er eigenlijk wel vanaf, hè? Het is een 3 liter. Ja, oké. Okay. Oh, kijk. Het is wel origineel M Performance pakket. Ja. Wat heb je met die bouten gedaan, joh? Ja, die waren al zo verroest. Maar het is een 320. Ja. Een 2 liter benzine.
Ja. Ja. Tweede benzine, ja. Dat is 184 pk? Ja, deze is stage 2, dus deze heeft 300 pk. Ja, ik zit altijd maar gelijk overal aan, hè. Hij heeft wel dat Harman Kardon Plus. Want dit is eigenlijk volgens mij dat individual audio, tenminste die kleur van de speakers. Ja, het is wel een auto die fors gebruikt is geweest, hè? Ja, er staan een aantal wat kilometers op. Klopt. Waar is die auto voor? Auto's zijn niet om mee te rijden. Ik zeg niks. Nee, zo is het. Ja, op zich, het is wel gewoon een hele dikke sedan, hè? Hoe lang heb je hem nu? Ik heb hem nu bijna een jaar. In oktober heb ik hem een jaar. Eerst even binnenzetten, want anders dan staan we hier daar buiten weer drie kwartier te ouwe hoeren. En dan komen we niet verder. Ja, dat is mijn schuld hoor. Ik wil eigenlijk u de schuld geven, maar, doe maar. Alleen dat doen we straks pas. Ah, joh, man, maakt mij niet uit. Oh ja. Ja. Alles erop en eraan, hè. Wat vind je van de auto zelf? Wat ik van de auto vind? Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk al wel het een en het ander gezien. Ik denk dat het een hele mooie kandidaat is. Ik denk dat we daar eens even mee moeten beginnen. Dat denk ik ook wel. Ja, dat denk ik echt. Steenslag vind ik meevallen. Origineel. Ja, originele lak. Hoe was het trouwens voor jou om zo'n belletje dan te krijgen? Dat je zoiets... Dat is heel raar, want ik lag eigenlijk nog in mijn bed eigenlijk. Oh, wat? Sorry, je lag nog in je bed? Ja, ik heb nachtdiensten. Oké, ik denk al. Het is heel raar eigenlijk, want je krijgt dan te horen dat je in één keer 12.000 euro verwint. Ja, 12.000 euro aan renovatie. Er is in ieder geval niet aangerommeld, zelfs 95,5. Het is niet aangerommeld, dus dat is goed. Dan stel ik ook voor om er eigenlijk niks aan te gaan spuiten. Mee eens? Mee eens. De velgen, die zijn beschadigd. Ja. Ik denk dat het mooi is dat we die wel spuiten. Ja, ja. Was ook mijn bedoeling, want ik ben iets te hard over de stoep heen gegaan. Ik ben afgevallen, Rob. De broeken zakken van mijn reet af. Ik heb de laatste... U kunt wel het een en het ander missen? Jawel. Ja, draai eens even om, eens even kijken. Oh ja, ja, daar kan wel het een en het ander vanaf. Hier zit wel werk. Die lijstjes zijn allemaal beschadigd. Die stoel daar, die begint door te schijnen. Misschien voor u ook goed omdat... Ja, maar daar had Matthijs het al over. Kijk, die stoel daar is op. Het stuurtje is ook op. Want toen die auto nieuw is geleverd, dit is het eikpunt en ook de originele kleur. Zie je dat? En dat is het nu. Dus dat moet allemaal weer terug naar het oude. Dus dat interieur stel ik echt wel een renovatie voor. Zie je dit stukje leer? Zo is hij nieuw geleverd en dat is het nu. Dus dit moet je daarop projecteren. Oké, schoonmaakwerkzaamheden, dit moet gespoten worden dan. Motorruimte. Kijk, zal ik je een tip geven? Hier kun je dus aan zien dat die nooit los is geweest. Want anders, als je daar één keer een dop op zet, of een dopsleutel, dan breekt die lak gelijk af. Ja. Heb jij zelf misschien, omdat je ook gewoon liefhebber bent, als je hem was, dat je zegt van ik heb hier iets gezien of daar, deukjes heeft hij. Ja, ik heb wel wat gezien. Dus zie je dat hier wat lakwerk af is. Ja, maar dat komt omdat ze dan de ruitenwisser omhoog hebben willen pakken. Ja, daar kan ik bijwerken, is geen probleem. En hier is iets gebeurd. Het carbon bobbelt helemaal. Zullen we eventjes wat dingen op gaan schrijven? Zeker. De grote kluif, het interieur. We kunnen wel zeggen dat het minst mooie onderdeel is van de auto. Ja, dat is zeker waar. Toch? Ja. Daaraan kun je echt zien, we zijn bijna 2 ton verder. Ja.
Ja, oké. Okay. Vier keer velg spuiten, binnen- en buitenzijde. We hebben natuurlijk rondom wel wat beschadigingen. Het lakwerk helemaal polijsten plus verzegelen. De motorruimte reinigen plus detailleren. Kost je niks, jongen. Dat is leuk, hè? Dat is juist het leuke ervan. Dan zijn we klaar. Bedankt. Ja. Veel plezier ermee. Kom, hoor, nu al. Nou ja, zoals je ziet, we zijn gelijk begonnen. Deze 320 M Performance met maar liefst 300 pk, die wordt gelijk onder handen genomen. En volgende week ga ik jullie de video laten zien wat het eindresultaat is geworden natuurlijk. Maar dat is vandaag niet het enige. Want we gaan de W124 weggeven. Sterker nog, Anton Leget is de winnaar. En hij staat daar op ons te wachten. Want hij wil maar één ding. En dat is met zijn gewonnen auto natuurlijk naar huis toe rijden. Voor mij is het een beetje dubbel. Want dat is voor het eerst natuurlijk dat ik afscheid neem van een eigen auto. Natuurlijk moeten we allemaal niet zo heel erg zwaar gaan doen. Maar ja, ik vind dat toch wel een dingetje. Toch wel een bijzonder moment, denk ik. Ja, is wel heel mooi dit. Ja. Hij is, geloof me, hij is ongekend mooi. Ja. Ja, hij ziet er echt geweldig uit. Dit ga je niet nog een keer vinden. Nooit meer. Ja, ja. Dit is echt ongelooflijk. Ja, je ruikt het al, hè? Zo staat vind je zegt nooit meer. Ja, dat is bizar, hè? Ja, het is net alsof dat die zo uit de fabriek komt rollen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dit is ook de standaard die ik bij elke auto nastreef. Ja, dat is echt geweldig. Nou, hij gaat bij ons ook naar binnen. Ja, want jullie kunnen hem wel binnen parkeren ook. Ja, ja, hij gaat naar binnen. Van de week ook al een hoes bij je besteld. Oké. Okay. Die gaat er ook overheen. Kijk, mooi. Dus nee, hij mag alleen met mooi weer mag hij even naar buiten. Ja. Zo. Ja. Kijk. 19.146 kilometer. Ik zie het er staan, ja. Ja. Prachtig dit. Wat rij je dagelijks nu zelf? Een Volvo C30. Oké. Okay. Hard design. Maar je bent wel een Mercedes gek of eigenlijk heb je helemaal niks met Mercedes? Mercedes had ik helemaal niks mee, maar... Nu toch wel. Ja, nu toch wel. Ja. Ja, en uiteindelijk moet je er iets mee hebben. Ja. Het is net married at first sight, maar je bent gelijk getrouwd. Ja, dat is dus, bij deze officieel van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ben er ook echt zuinig op. Ja, dat gaat goed komen. Goed zo. Ik ben echt heel zuinig op de auto's, dus dat scheelt. De sleutel. Boekjes. Auto is letterlijk ook uniek. Vanaf moment 1 gedocumenteerd geweest. Ja. Dus ben er echt heel zuinig op. Ja, dat komt best wel goed. Ja, toch wel even van ontdaan. Op de een of andere manier. Maar ja. Hoe was het dan, jongen? Hè? Ik ga er lekker van genieten. Ga goed komen. Dankjewel. Goed zo. Uiteraard gaan de poetswerkzaamheden gewoon door. We zijn overigens die BMW, weet je wel, die gaan we dus helemaal nieuw maken van die jongen. Aardige gast ook. En volgende week gaan we heel dat proces filmen. Dus dan gaan we denk ik de week daarop of zo gaan we dat uitzenden. Dus nogmaals hartelijk dank. De eigenaar van de W124, ja, het lijkt wel een soort Sinterklaas spelen vandaag. Ik denk ik plan het allemaal maar op één dag, want dan ben ik er vanaf. Maar die is er ook blij mee. Ik hoop dat hij zuinig is op mijn eigen auto. Voor wat betreft de M3, ja, bizar verhaal, had ik eigenlijk niet gecalculeerd. Maar ja, die man die komt hier de dam op rijden en... Ja, was eigenlijk zo geregeld. En een bestelling plaatsen. Je hoeft ook niet boven de 100 euro of wat dan ook te gaan bestellen. Het is gewoon, mocht je iets nodig hebben in die periode, dan is het toch altijd wel grappig dat je op zo'n auto kans kunt maken. Dus dat die bij een van onze klanten of vaste klanten of liefhebbers terechtkomt. Ik wil jullie hartelijk danken. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten. Wat vind je van de W124, de M3?
De 320 met maar liefst 300 pk. Je kunt het zo gek niet bedenken. Hartelijk dank. Abonneren en tot volgende week.